Aan de achterzijde van elke batterij wordt het contact later gevormd door een spiraalveer. En die batterij die wordt daar verticaal op zijn plek gehouden door een paar zijwandjes die er boven de batterij worden gemodelleerd. Nou, om die wandjes te kunnen spuitgieten, moet dat worden loslossend zijn vanaf de onderkant. Dus er komt een matrijsdeel van onderen. En dat betekent dat hier ook een tussenwandje tussen gemaakt moet worden. Wat ook lossend is vanaf de onderkant. Nou, om dat te maken wordt er eerst een rechthoekige bosextrude tussen gemodelleerd. En die maat die wordt ook weer overgenomen uit de referentieschets van het right plane. Dus die loopt vanaf het midden en dan met de lossingshoek, dus eigenlijk met de vorm van dat middenribje mee omhoog en dan gewoon helemaal naar links toe. Als ik deze extrude even bekijk in een doorsnede view van het frontaanzicht, dan loopt die vanaf die verticale tussenwand tot een schuin afknijpvlak. En de vorm of de hoek van dat schuine afknijpvlak die is te vinden in de referentieschets van het frontaanzicht. En die staat onder een hoek van 5 graden, want hier komt een matrijsdeel van onder straks samen met het matrijsdeel vanaf de bovenkant. Dus daar wordt een schuin afknijpvlak gevormd en dat moet minstens 5 graden lossing hebben. Nou, en hierboven komt dan later dat wandje wat die batterijen op zijn plek houdt. En om dat wandje te kunnen vormen moet het dus dat matrijsdeel vanaf de onderkant komen. Als ik dan weer in het rechteraanzicht kijk, dan wordt er vervolgens een cut extrude gemaakt met deze vorm. En die geeft eigenlijk de holte aan van dat matrijsdeel wat vanaf de onderkant komt. Nou, die cut extrude die loopt ook weer vanaf dat tussenwandje tot dat schuine afknijpvlak. En die vorm daarvan die wordt overgenomen uit de referentieschets van het right aanzicht. En die vorm die was in het linkerdeel daarvan getekend. Nou, in deze schets is die vorm meteen ook al gespiegeld naar de rechterkant, maar voorlopig gewoon als constructielijn. Maar dat betekent wel dat die later eenvoudig kan worden overgenomen als diezelfde holte aan de rechterkant ook gemodelleerd moet worden, maar dan ook weer aan de achterkant van die batterij. Dus dat moet in twee stappen gebeuren. Nou, en hier is te zien dat hij dus ook vanaf dat tussenwandje loopt die cut extrude ook weer tot dat schuine afknijpvlak. Dus dan blijven alleen die zijwandjes die blijven zo meteen staan. Nou, het resultaat is dus dat hier die twee zijwandjes overgebleven zijn. En hier is ook goed op te zien dat die lossing vanaf de onderkant is. En aan de rechterkant is hier dat schuine afknijpvlak van 5 graden te zien. Dus langs dit vlak komt dat matrijsdeel van onderen in aanraking met het matrijsdeel van boven. Dus nu kan ditzelfde, die boss extrude en die cut extrude, die kan ook aan de overzijde worden gemodelleerd. En dat ziet er dan zo uit als dat eenmaal gemodelleerd is. Nou, de volgende stap is het maken van die verticale wandjes. En dat gebeurt met een schets op het topplane. Nou, die geometrie die is terug te vinden in de referentieschets van het topaanzicht. En dat wordt dan ook weer vanaf een vertex tot een andere vertex geëxtrudeerd. En die zijn weer terug te vinden in de referentieschets van het right aanzicht. Nou, het basispart van het batterijvak is nu bijna klaar. De meeste drafts die zijn meegevormd in de verschillende features. Er zijn nog een paar drafts die achteraf
toegevoegd moeten worden. De eerste draft die is voor die zijwandjes. Die worden gevormd door een matrijsdeel van onder. Dus die draft die is vanaf dit bodemvlak loopt die naar boven en dat is een draftengel van 2 graden. De tweede draft is de draft hier op dit voorvlak van dat klikvingervakje. En die draft die moet minimaal 5 graden zijn, want dit wordt ook weer een afknijpvlak tussen het matrijsdeel wat vanaf boven komt en het matrijsdeel wat vanaf onder komt. Dus die draftengel die moet minimaal 5 graden zijn. En de laatste draft die zit ook weer in dat vakje van die, waar die klikvinger terecht komt. Op het verticale wandje. En die draftengel die moet 2 graden zijn. Nou, daarna huid ik die solid body van het batterijvak. En dan ga ik het klikvingertje modelleren. En die schets die is terug te vinden in de referentieschets van het frontaanzicht. En die wordt geëxtrudeerd vanaf de vertexen tot die andere vertex die terug te vinden zijn in de referentieschets van het topaanzicht. Nou, vervolgens wordt daar weer een deel uitgesneden. En ook weer vanaf vertex tot een andere vertex. Zodat er aan de voorkant alleen maar 2 ribjes overblijven. En die ribjes die worden gebruikt om die klikvinger later vast te klikken onder het behuizingsdeel. Nou, dan wordt daar gelijk aan de voorzijde al een fillet opgezet. Daarna ga ik de holte modelleren. Die later gebruikt wordt om met de vinger onder die klikvinger te komen. En de schets daarvoor, die wordt op het right plane geschetst. Door een cirkeldeel, wat aan de onderkant precies raakt aan die hoekpunten van de klikvinger. Zodat daarmee gegarandeerd is dat die klikvinger daar precies onder kan klemmen. Ik krijg een wanddikte van 1,5. En deze constructielijn met die breedte van 12 mm, die loopt gelijk aan de bovenkant van de klikvinger en die zorgt ervoor, die geeft eigenlijk de breedte aan, de ruimte die de vinger heeft om onder die klikvinger te komen later. Dan is hierboven ook nog een constructielijn te zien en die ligt op 2 mm van het middelpunt van die cirkel af. En die wordt gebruikt om als revolve as om die revolve vorm te vormen. Die holte voor de vinger die is dan nog te hoog, dus die moet afgesneden worden. Die moet precies dezelfde hoogte krijgen als de klikvinger. Dus daarvoor wordt een schetslijn gebruikt die aan de bovenkant gelijk ligt met die klikvinger. En daarmee wordt een cut extrude gemaakt die alleen maar door dat holle deel van de voorkant gaat snijden. Nou, daarna wordt er een surface body aangemaakt. Daar wordt ook weer die referentieschets voor gebruikt waarmee die vingerholte is gemodelleerd. En dat surface dat wordt later gebruikt als het batterijvak wordt geplaatst in het behuizingsdeel. Om dat behuizingsdeel mee af te snijden, zodat ook daar die holte in ontstaat. De klikvinger die wordt aan de achterkant straks vastgemaakt in de deksel van het batterijcompartiment. En die moet aan de voorkant wel ruimte hebben om heen en weer te kunnen bewegen. Dus daarvoor wordt een surface aangemaakt, waarmee later dat batterijdekseltje kan worden afgesneden. Zodat die vrije ruimte hier ontstaat voor dat deel aan de voorkant om heen en weer te bewegen. Dat surface dat wordt aangemaakt met een schets die
Er wordt één lijn overgenomen vanaf de klikvinger en dan wordt er vervolgens een ruimte 2 mm daaromheen vrijgehouden. Dus met een radius van 2 mm. En dat wordt dan vervolgens verticaal geëxtrudeerd, maar dan wel met dezelfde draft angle, zodat hij meeloopt met de klikvinger. Dus die draft angle die is te vinden in de referentieschets van het frontaanzicht, waarin de vorm van die klikvinger geschetst is. In de deksel van het batterijvak komen een paar ribben. En er komen ook een paar cilindertjes die later worden gebruikt om de batterijen op hun plaats te drukken. De positie van die cilindertjes die wordt overgenomen uit de referentieschets van het topaanzicht. En daarin is al aangegeven van waar de batterij komt te liggen. Die komt vanaf deze lijn te liggen tot deze lijn. En dan komt hiervoor nog een spiraalveer te zitten. En aan de andere kant van het vak komt die spiraalveer aan deze kant te zitten en dan komt die batterij hier te liggen. Nou, die cilinders die worden aan beide zijden op dezelfde plek gelegd. Dus die moeten vanaf deze afstand tot deze afstand precies symmetrisch ten opzichte van de symmetrielijn komen. Dus in het midden daarvan wordt een symmetrielijn gezet. Dan wordt er één cilinder getekend en die wordt gespiegeld daarin. Nou, met die referentieschets van die ribben wordt vervolgens een schets gemaakt die voor beide helften tegelijkertijd die verribbing kan extruderen. En die borstextrude die loopt ook weer van een vertex tot een andere vertex. En dat is ook weer overgenomen uit de referentieschets van het right plane. En die hoogte die wordt dan overgenomen uit de referentieschets van het frontaanzicht. En die loopt dan tot dezelfde hoogte als ook die zijwand loopt vanaf van het batterijcompartiment die we helemaal aan het begin hebben gemodelleerd. Nou, die cilinders die worden aan de onderkant een stuk verlengd. De lengte daarvan maakt niet zoveel uit. Het moet in ieder geval gewoon een flink stuk naar beneden zijn. En dat wordt dan vervolgens weer ingekort. Met de vorm van de batterijen. Zodat daar een vorm ontstaat die mooi aansluit bij de vorm van de batterijen. Dus daarmee kunnen de batterijen verticaal goed op een plek worden gedrukt. Op het moment dat het batterijvak dicht zit. Nou, als laatste worden die lipjes aan de achterkant geëxtrudeerd. Dat zijn dus die lipjes waarmee het batterijdekseltje in het behuizingsdeel wordt geklemd. Dus aan de voorkant komt die vast te zitten met de klikvinger en aan de achterkant worden die lipjes erin geschoven. In het midden is een lipje te zien met een gat erin en daar wordt een kunststof flexibele strip aangesmolten waarmee het batterijdekseltje ervoor gezorgd wordt dat je dat niet kwijt kunt raken. Het lipje aan de achterkant dat wordt nog voorzien van een kleine chamfer. Want als die strip er later aangesmolten wordt, dan komt hier een druppel gesmolten kunststof op te liggen, zodat het goed vastgehouden kan worden. Goed, en dan is de hoofdvorm van het batterijcompartiment is klaar, dus dan kan ik de andere bodies weer zichtbaar maken. We hebben nu een batterijvak gemaakt wat qua maatvoering is afgestemd op de mini penlights. Maar het zou handig zijn als dat batterijvak ook meteen geschikt is voor normale penlights. En dan ga ik, om dat voor elkaar te krijgen, ga ik een design table aanmaken. En dan moet ik twee maten overnemen. Als ik dan eerst even kijk in de referentieschets van het right plane. Nou, één maat die bij normale alkaline batterijen anders is, dat is die diametermaat. Dus als ik die maat even aanklik,
dan zie ik links in beeld bij primary value zie ik daar staan dat dat de maat is D12 at ref write. Nou, die moet ik even onthouden, want die waarde die heb ik zo nodig in de design table. En de tweede maat die ik nodig heb, die staat in de referentieschets van het topaanzicht. Dus als ik daar even in kijk, dat is de lengtemaat van de batterij. En dat is D3 at ref top. Dus die maat die moet ik ook even onthouden, want die komt ook in de design table terecht. Want de alkaline batterij die is 50 mm in plaats van 45. Nou, die design table die kan ik aanmaken via het menu Insert en dan Tables, Design Table. En dan geeft hij de optie Auto Create. Dan maakt hij in principe automatisch een tabel aan, maar ik kan zelf wel kiezen welke maat ik wil overnemen. Dus daar kies ik voor. Dan gaat hij die tabel aanmaken. En dan krijg ik een hele waslijst van allerlei maten te zien. En daar kan ik zelf selecteren welke maat ik in de tabel wil overnemen. Dus dat was D12 at RefWrite. En in de topschets was dat D3. En die staat hier. Dus met de Ctrl-toets ingedrukt gehouden. Selecteer ik die twee maten en dan druk ik op OK. Dan heeft hij vervolgens die tabel aangemaakt. En dan staat hier de default configuration geeft dus een diameter van 11 en een lengte van 45. En dan kan ik zelf daaronder andere configuraties typen. Dus de mini penlight, oftewel de AAA configuratie. Nou, die blijft gewoon die 11 diameter en lengte 45 houden. En dan de normale penlight is de AA batterij. Die krijgt een diameter van 15 mm en een lengte van 50 mm. En als ik dan buiten de tabel klik, dan heeft hij dus nu automatisch twee configuraties aangemaakt. Even kijken, ik laat hem even het model rebuilden. Als ik dan bij de configuratie tab in de, boven de configuration manager kijk, dan zijn hier die twee configuraties te zien. En hij staat nu op default, nou, en dat is hetzelfde als AA qua maatvoering, maar als ik op of als AAA, dus de mini penlight. Als ik dan vervolgens op AA of de normale penlights klik, dan zie je dat het hele model het formaat heeft gekregen voor een normale penlight batterij. Dus is een stuk groter geworden. En de rest van het hele model is gewoon meegegaan. En als ik dan weer op AAA klik, dan wordt het batterijvak weer kleiner. Dus ik heb nou één batterijvak gemaakt wat geschikt is voor zowel mini penlights als normale penlights. En ik laat hem nu op mini penlights staan. En dan kan ik het batterijvak gaan plaatsen in het behuizingsdeel.